In deze les gaan we in op de rol van maaltijdtiming. Hoe vaak je eet en het afmeten van je porties bij het aanhouden van een gezond dieet. We onderzoeken hoe deze factoren inwerken op de natuurlijke ritmes en signalen van ons lichaam en hoe we ze kunnen optimaliseren voor een beter welzijn. Ons lichaam gedijt op structuur, geleid door een interne klok die bekend staat als het circadiaanse ritme. Door een consistent eetpatroon te volgen, kunnen we onze eetgewoonten afstemmen op dit ritme en onze stofwisseling verbeteren. Regelmatige maaltijden helpen bij het reguleren van hongerhormonen zoals ghreline en leptine, waardoor willekeurige honger en schommelingen in energie en stemming worden verminderd. Het benadrukken van routine is niet alleen gunstig voor onze biologische klok, maar helpt ook om betere voedingskeuzes te maken door beslissingsvermoeidheid te verminderen. Hoewel het niet altijd mogelijk is om een exact eetschema aan te houden, is het verstandig om je te richten op maaltijdtiming wanneer dit mogelijk is. Als het gaat om hoe vaak we eten, is er flexibiliteit. Het belangrijkste is om een ritme te vinden dat past bij je leefstijl en voorkeuren, of dat nu 3 stevige maaltijden per dag zijn of 5 kleinere maaltijden verspreid over de dag. Belangrijk is dat de verdeling van maaltijden van invloed kan zijn op hoe verzadigend ze aanvoelen. Als je bijvoorbeeld een dagelijkse inname van 2000 calorieën verdeelt over 3 maaltijden, voelt elke maaltijd misschien meer verzadigend dan wanneer je ze verdeelt over 6 kleine maaltijdmomenten. De beste aanpak is echter degene die het beste in jouw leven past en je helpt om te voldoen aan jouw voedingsbehoeften en doelen. Intermittent fasting is de laatste tijd snel populair geworden. Het is een eetpatroon waarbij je niets eet gedurende bepaalde uren van de dag en eet binnen een bepaald tijdsbestek. Deze aanpak kan de bewustwording van je dieet verbeteren en kan geschikt zijn voor mensen die van nature de voorkeur geven aan later op de dag eten of minder vaak grote maaltijden eten. Intermittent fasting is echter geen oplossing die voor iedereen geschikt is en moet worden overwogen in de context van individuele gezondheidsdoelen en dagelijkse routines. Als je overweegt om het te proberen, raad ik aan om eerst een voedingsdeskundige te raadplegen. Hoewel een tussendoortje je een snelle energieboost kan geven, moet je rekening houden met de invloed ervan op de totale calorieinname en voeding. Door te kiezen voor snacks met veel voedingsstoffen en ervoor te zorgen dat je hoofdmaaltijden voldoende vullen, kun je een gebalanceerd dieet behouden en voorkomen dat je onbedoeld te veel eten tot je neemt. Wanneer je toch wilt snacken, kun je bijvoorbeeld deze gezonde opties overwegen. Vers fruit. Bessen, aardbeien, kiwis en bananen bieden natuurlijke suikers, vezels en essentiële vitamines. Groenten. Wortels, paprika's en komkommers zijn knapperige voedzame snacks die ook nog eens hydrateren met een groot volume en weinig calorieën. Noten en zaden. Een handjevol walnoten, amandelen of pompoenpitten geven een goede mix van gezonde vetten en vezels. Kies voor ongezouten versies om je natriuminname te controleren. Griekse yoghurt. Yoghurt is rijk aan eiwitten en calcium en kan worden gecombineerd met fruit voor een uitgebalanceerde snack. Volkoren cracker. Een volkoren cracker belegd met ei, cottage cheese of avocado voor een mix van complexe koolhydraten, gezonde vetten en eiwitten. Gekookte eieren. Eieren zijn een goede bron van eiwitten, vitamines en mineralen, makkelijk van tevoren klaar te maken en mee te nemen. Door te letten op vaste tijden om te eten, je bewust te zijn van hoe vaak je eet en verstandige porties aan te houden, draag je bij aan een voedzaam en vullend eetpatroon. Op die manier met je voeding omgaan sluit aan bij het natuurlijke ritme van ons lichaam, maar draagt ook bij aan je gezondheid op lange termijn. Lichamelijk en mentaal. In de volgende en laatste les kijken we daarom terug op alle informatie die we besproken hebben en kijken we naar praktische strategieën om een gezond eetpatroon in je dagelijks ritme op te nemen. En ik wil nog eens benadrukken dat voeding heel persoonlijk is. Wat voor de een werkt, past misschien niet bij jou. De kracht van een gezond dieet ligt erin het aan te passen aan jouw unieke levensstijl, je culturele achtergrond, voorkeuren en behoeften.
We hebben hier de basisprincipes behandeld, maar zie dit als een startpunt. De sleutel tot succes is het vinden van een gebalanceerd eetpatroon dat past in je leven. Om af te sluiten geef ik je graag mee dat de reis naar een betere gezondheid nooit eindigt. Door continu te leren, je aan te passen en je bewust te zijn van je voedingskeuzes, bouw je langzaam maar zeker een steeds gezonder voedingspatroon dat je kunt volhouden op de lange termijn. Ben je op zoek naar persoonlijke begeleiding of wil je dieper ingaan op één van de onderdelen van voeding? Neem dan gerust contact op met de lifestyle expert van Open Up.